Ja, we kregen ook een vraag over eten. Iemand die zei van, ik heb eigenlijk mijn hele leven moeite gehad met bepaalde voedingsmiddelen, zoals champignons, olijven, pepers. En dat zie je dan ook weer terug bij je kind. Dus nou ja, dat is natuurlijk een vraag die we vaker wel krijgen. Kun je daar wat over zeggen, over het eten? Ja, het hangt niet per se met hoogsensitiviteit samen, omdat ook mensen die niet hoogsensitief zijn moeite kunnen hebben met eten. Maar je ziet het wel vaker bij hoogsensitieve personen. En dat heeft te maken met de gevoeligheid van de zintuigen. De mond is sowieso een heel gevoelig zintuig. Dus daar, ja, wat daar gebeurt, dat komt sterk binnen. En dat kan zijn om texturen. Hè? Met champignons denk ik meteen aan textuur. Een courgette is ook zo'n voorbeeld, of aubergine. Het kan gaan om sterke smaken. Het gewoon te heftig eigenlijk is. En wat je ook nog wel eens ziet is bij kinderen, dat ze graag de smaken apart willen houden. Zodat het niet tegelijkertijd allemaal plaatsvindt. Maar dat ze gewoon weten, oké, nu eet ik dit. Ja. En dat dat herkenbaar is en dan eet ik dat. Ja. Dus dat komt inderdaad heel vaak voor bij hoogsensitieve kinderen. Ja, even een manier zien te vinden om daarmee om te gaan. Het is in ieder geval geen aanstellerij, maar dat betekent ook niet dat je dan ook maar alles toe moet laten. Als je kind alleen maar vla wil eten, dan is even de vraag of dat nou het meest handig is. Dus er zit in die mond zit een stuk van de verklaring. Aan de andere kant zit er misschien ook wel een stuk in, ja, dat noemen we interoceptie. En dat is het zintuig dat voelt wat er in je lichaam zich afspeelt. Want het zou ook best kunnen dat je gewoon reageert op bepaalde voedingsmiddelen. En dat je daarom minder goed eet. Ja. En als je interoceptie sterk is, dan voel je dus heel goed wat voor effect een voedingsmiddel op jouw systeem heeft. Ja. En ik weet bijvoorbeeld van mijn eigen zoon, die wou nooit rozijntjes eten. En later bleek ook dat hij allergisch, of eigenlijk een voedselintolerantie had voor druiven. Hetzelfde met patat, dat vond ik ook altijd zo raar. Welk kind wilde nou geen patat? Maar hij bleek aardappel niet zo goed te kunnen verdragen. Ja. Ik had als kind inderdaad noten die ik echt niet wilde eten, maar ik was ook hartstikke allergisch. Ik heb dat met bananen, heb ik ook als kind altijd vies gevonden. Vooral de substantie, maar ook de smaak wel. En toen nou kwam ik een keer bij zo iemand naar zo'n acupunctuur, acupressuur, alles. En die was ook toen het eerste, oeh, jij moet geen banaan eten. Ja, zie je wel. Dus ook in dat zintuig eigenlijk, zou een verklaring kunnen zitten. En er zijn ook recent een aantal onderzoeken waaruit blijkt ook dat die waarneming beter is. Maar ook dat er vaker buikklachten, spijsverteringsklachten voorkomen bij HSP. Dus die vragen over eten, dat snap ik wel. Ja. Dat een issue is voor heel veel HSP. Ik kan me wel voorstellen. En dan zeker als je bijvoorbeeld ook al wat overprikkeld bent of vol zit met prikkels. Dan zie je soms ook wel eens dat er dan gewoon niks meer bij kan. Dan is het te veel eigenlijk. Ja, dat zie ik wel eens bij mijn kinderen. Als bijvoorbeeld op een verjaardag of zo, dan zitten ze helemaal vol. Willen ze niks eten, hebben ze geen honger. Dan kom je thuis en dan, ik heb honger. Ja, dat is wel. En dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Als je daar al vol zit, dan moet je er niet aan denken om er ook nog eens eten bij in te proppen dan of zo, hè? Want dat is niet alleen maar het eten, maar het is al die prikkels die dat via je mond en je neuszintuig en al die signalen eigenlijk nog weer binnenkrijgt. Ja,